Vrienden, ik wil het even hebben over het begroetings- en afscheidsritueel in Nederland. Ja, want daar zijn een paar woordjes ingeslopen en daar heb ik het niet op. Nee, helemaal niet. Nee. Want we weten het nog, hè? Vroeger zei je gewoon, als je aankwam, zei je hallo of goedemorgen, goedemiddag, goeiedag. En dat was hem dan. En dan kon je ook nog zeggen, hoe gaat ie? Alles kids, dat was wel heel populair. En we werden nog populairer, grappertje. Broer, kreeg je een pompje in je maag? Ja, of hé, oude rukker, pop, weer een pompje. En dat was het dan. Nou, goed. Maar wat gebeurt er nu tegenwoordig? Nu hebben ze het woordje en ze schrijven het H-O-I, maar ze spreken het niet zo uit. Ze hebben daar, ik weet niet, er is een afspraak in Nederland en dan zeggen ze... Hoi, ben begroeting. Hoi. Ja, en ik weet begon niet wat ik daarmee aan moet. Want ik ga dat dus echt nooit doen. Nee, hey. Wat nou? Hoi. Ja, alsof ik, weet ik veel, ik zit niet op een schip, hoi. Of ik werk toch niet hoi op een boerderij. Maar ik moet het toegeven, het is heel ernstig, want ook mijn eigen jut, die doet het dus ook. Zonder blikken of blozen, zegt ze gewoon tegen mensen, hoi. En ik verbaas me daar gewoon over. Ja, want ik vraag me ook af hoe jullie dat dan doen. Hoe begroeten jullie dan? Ja, nou, dat is de begroeting. En ik stel voor, laten we het in godsnaam gewoon bij goeiedag en hallo houden. Hoe gaat ie? En de klaar, hè? Maar nou, het afscheid, beste vrienden. Ja, want daar hebben we ook een probleem. Want het was vroeger gewoon dag. Hè? Nou, toen werd dat verbasterd tot doeg. Oké. Doeg, ook al boel. Toen werd dat doei. En toen werd dat van de weer omstuit doei doei. Ja, nu zitten we ineens met doei doei, zaten we. Nou, en dat is nu dus kennelijk ook weer vervangen. Want nu hoor ik de hele tijd mensen die zeggen gewoon... Hoi! Dan gaan ze weg. Dus niet hoi, maar dan maken ze er weer de korte O van. Hoi! Bij het weggaan. Hoi! Die gaan geen hoi zeggen. Hoi! Hoi! Wat is dat nou? Dus vrienden, om daar nou van af te komen, stel ik voor... Nou, het begin heb ik al gezegd, hallo dag en weet ik veel. Maar bij het afscheid laten we weer eens een oude uit de kast trekken die wij vroeger deden. Op de middelbare, op de MULO, hè? Oh, niks middelbaar, op de MULO, op de handelsschool. Daar zeiden wij tegen elkaar, vroeger deden we hem als volgt. Let goed op. Hey, de ballen, hè? Zo deden we hem. Ja, dat was het. Hey, de ballen, hè? Ja, maar het moet wel, let goed op. Als je hem gaat oefenen, je kan niet gewoon zomaar zeggen, de ballen, hè? Dat kan niet. Nee. Dat werkt niet. Dus je moet wel hem een beetje zuur geven. Je moet hem een beetje lekker maken. En dat doe je met die hey. Dus als je hem oefent, is het hey. De ballen, hè? Vrienden, ik stel voor dat we die weer gaan doen. Met z'n allen. Dus ik ga afscheid nemen. Met alvast onze nieuwe Jel. Hey. De ballen, hè?